Simone moet erop. Ja, het is die garage daar, bij de Rembrandt. Hier staat uit rechts. Frankfurt Leven. Frankfurt Leven. En dat toen even terug naar het moment dat jij dus wist dat jij daar juist die grote kleinsmaak moet zijn. Dus dat mega, nieuw schoolwereld, niet het eerste, de beste van je zou denken, daar gaat je echt opbouwen wat voor je Ik werd gevraagd om auditie te doen, in de eerste instantie voor een andere rol. En uiteindelijk bleek dan dat deze rol beter bij me paste. Dus ik moest terugkomen. Toen hoorde ik al dat Simone in de race was. Het zou gaan doen waarschijnlijk. Maar ik las het script, wat in eerste instantie iets heftiger was dan dat het nu is. Dus ik dacht, wat Simone niet doen? Dat doet ze kan niet. Nou ja, en toen kwam ik bij de tweede auditie. Nou, dat stond ja. Simone is het toch gaan doen. En bij de auditie was het al heel leuk. Het al. En, ja, en toen is het alleen maar nog leuk geworden. Dat is natuurlijk een werk. Ik vind het ook dat je het heel kan maken, maar dan is het een beetje wakker. Ja, dan moet je een klik hebben. Ja. En je kan wel veel meer van het voorstellen tegen het hoofd in staan. Maar je moet wel een klik hebben, die hadden we niet tegen. Nee, ik vind het een goede keuze van haar, want ik begon de gebreken al een beetje te zien toen na, is ook niet zo gek natuurlijk, na de aanslag van een paar jaar geleden, toen ze een speech deed. Dus zag ze zo, je zag echt dat ze ouder werd en ik dacht toen al, dat gaat niet lang meer duren. Dus toen heeft ze nog best wel wat jaartjes volgehouden, maar nu is het dus klaar en ik denk dat het een goede keuze is. Ik vind het heel verstandig. Je kan ze altijd jaren genieten aan het hoofd van de kerk. En lekker met je voetjes op tafel zitten. Heerlijk. We gunnen alle rust. Jim, kijk even hier naartoe dan. Jim, even de foto. Jim, ja. Dank je wel.